is typisch voor wielrenners. Wielrenners hebben natuurlijk hun hand vast en hun voet vast. Dus alles loopt via die koorden. Dus we gaan voor wielrenners. Het zal door je hand en je been lopen. Arjan gaat het voordoen. Met eigen resultaat. Maar we gaan hem opbouwen. Deze is leuk. Dan kan je stapjes doen van moeilijk. Een paar weken oefenen. Steeds moeilijker. Makkelijk naar moeilijk. Het eindresultaat is deze. Het valt hem gewoon lastig voor jou, Kees. Zo wijd mogelijk staan. En in slow motion. Je komt aan. Je ziet, zeg maar, je hand aan je voet verbinden. Voor wielrenners. Omdat je die niet meteen kan, zegt Arjan, gaat je stappen laten zien. De eerste is simpel, sorry. Hij gaat me zo meteen in elkaar slaan. Wat zei je? Hij gaat me zo meteen in elkaar slaan omdat ik hem lastig val. Lijkt me lekker. Kijk, Kees, wat je gaat doen, wijd staan. Eerst alleen maar je voet naar je hand. Meer niet. Dat is de eerste, Kees. Doe het nog eens, Arjan. Dit is natuurlijk core, omdat je buik. De tweede variatie is je voeten naar buiten. Dat is de tweede. Nou, en Arjan traint natuurlijk al drie maandjes met me. 10 kilo afgevallen, 12 centimeter buik. Die kan ook zijn kont aan de grond krijgen, dat is de derde. Kijk, niet gek voor zo'n gast van 110 kilo, hè? Oké, applaus voor Arjan. Een andere Kees, geef hem nog even weer aan Arjan. Dus voor wielrenners is het belangrijk dat je je hand aan je voet verbindt. De andere die je kan doen. Het is natuurlijk gewoon deze. Dit is makkelijk zat. Deze. Of, ook een hele goede is, je moet toch gaan opdrukken. Ben je wijk. Eén been. Het andere been. Dat is allemaal voor. Volgende. Dat is voor de fijnproevers. Dus een balletje verkopen. Pak even een bal. Charmante assistent Arjan. Die gaat hem voordoen. Wat je doet, is je gaat in steun op die bal. En het enige wat Arjan doet, is zijn lichaam helemaal strekken. Nee, wacht nog even, Arjan. Alleen maar heen en weer rollen, heel zachtjes. Nee? Alleen maar die heen en weer, Arjan. Alleen maar die zo... naar links. Ja, heel zachtjes. Dat ziet er heel minuscuul uit. Het is heel erg veel core. Dus het enige wat Arjan doet, is zachtjes heen en weer rollen. Daar krijg je heel veel core stability van. Of natuurlijk, wat hij net deed, die bal naar je toe. Hij heeft nog een klein beetje coördinatieproblemen. Ik voel hem al goed. Of uiteindelijk, ik zal hem een keer voordoen. En hij heeft natuurlijk wel stiekem een kleinere bal, hè? Dat zie je wel, Kees. Grote bal is moeilijk. Het is maar heel klein balletje. Dit is het. Steun. Wat hebben we gehad? Eén. Deze. Alle variaties. Twee. Deze. Slow motion is beter. Instructievideo. Juist. Die mooie geheimnis van de bal. Die hoor je net zoals wij. Nee. Dat was het, Kees.